De nationaal en internationale beeldende kunstenaar Erwin de Vries is gisteravond na een kort ziekbed overleden. De Vries heeft in december 2017 een borstbeeld van zichzelf gedoneerd aan de staat Suriname. Het borstbeeld staat bij Café Het Vat. Is het verlies van Erwin de Vries een grote schok voor zowel hem als de Surinaamse gemeenschap? Hij was mijn inspirator en idool. Toen ik besloot om in de kunstwereld te stappen en ik ben hem heel erg dankbaar voor alles wat hij me heeft geleerd, zegt Struikenblok. Ik vind het leuk dat men eraan heeft gedacht een bloemetje bij zijn kopstuk te plaatsen, zei Struikenblok. Ik kwam net aan hier en ik zag meneer Van Charante, de eigenaar van het vat, ook met een bloemetje komen. Toen dachten we van nou, dit is eigenlijk een heel mooie plek om Erwin te eren. Eigenlijk ook om hem een beetje, weet je, die eerbetoon te geven van we zetten een bloemetje bij zijn beeld. En weet je, we zijn ook natuurlijk blij dat dit hier staat. Dit is eigenlijk net, ik wil zeggen net voordat hij zou weggaan, is dit geplaatst. Eigenlijk die waardering voor Erwin. Is geweldig. Weet je dat, dat Erwin dit nog kon meemaken? Dat hij zelf zijn beeld heeft gezien, dat het is geplaatst ergens waar hij elke middag of elke avond zat. Vond hij ook geweldig. Dus ik vind het geweldig dat Directoraat Cultuur dit heeft kunnen doen. En ja, het heeft een plekje nu hier in Suriname dat je kan zeggen we kunnen het kop van Erwin bewonderen. Hij heeft het zelf gemaakt. En ja, het is echt voor de samenleving, denk ik, een hele mooie plek. Toen kwam op het idee van, nou, laten we een bloemetje hier zetten. En de samenleving kan dan, hoeft misschien niet naar huis te gaan, maar bij het beeld van Erwin gewoon een bloemetje plaatsen. Voor het Directoraat Cultuur is de dood van Erwin de Vries heel zwaar aangekomen. Volgens Harriet Bolasing-Helstonen, onderdirecteur cultuur, is het niet alleen een verlies voor Suriname, maar voor de hele wereld. Want deze Erwin de Vries heeft een wezenlijke bijdrage geleverd voor wat kunst betreft. Hij stond in allerlei musea in Nederland, ook in België, de Verenigde Staten en nog veel meer. Maar ook in Suriname, in Paramaribo, de meeste beelden die vervaardigd zijn, heeft Erwin heeft eigenlijk de meeste op zijn naam, zijn door zijn hand gemaakt. Dus een verlies, zwaar verlies. We hadden het niet verwacht. Ik kende Erwin persoonlijk. Erwin is docent geweest van ons en van mij natuurlijk op de Academie voor Hogere Kunst en Cultuur. Was een poosje ook mijn buurman. En hij was een hele aparte kunstenaar, impressionist. Eigenlijk is het een unieke kunstenaar geweest die beeldhouden en schilderen als een fulltime job had. Want je hebt natuurlijk meerdere kunstenaars die werken, maar daarnaast hebben ze ook nog hun baan. Maar Erwin was echt fulltime bezig. U zag Harriette Bolasing-Helstonen, onderdirecteur van het Directoraat Cultuur. We spraken haar over het heengaan van de beeldende kunstenaar Erwin de Vries. De Vries is 88 jaar geworden en laat een vrouw en 4 kinderen achter.